Michael Bader en Geert Schoormans zijn beide zeer slechtziend. Daardoor zijn ze erg aangewezen op hun blinde geleidehond. Het is gewoon vrijheid voor ons, ons vrij kunnen bewegen. Zonder hond ga je niet zo snel naar buiten toe om leuke dingen te doen. Nou, met zo'n hond ben je gewoon nergens aan gebonden. Je kunt gewoon overal komen, je kunt lekker gaan stappen met vrienden, naar ons werk toe gaan. Ja, door de honden is dit allemaal mogelijk. Het opleiden van een blinde geleidehond is echter heel erg duur, zo'n 25.000 euro. En 2/3 van die kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. En moet dus ongeveer 8.000 euro betaald worden door de school zelf. En dat is, ja, ze leveren 24 honden per jaar af ongeveer, dus dat is een best kostenplaatje. Door middel van een sponsortocht hoopt het tweetal voldoende geld op te halen om tenminste één hond te kunnen opleiden. 3.000 euro hebben ze al, de rest moet onderweg binnengehaald worden. In 10 dagen tijd wandelen Michael en Geert van Lelystad naar Antwerpen. Een tocht van zo'n 225 kilometer. We gaan echt met ons tweeën, met de honden. En daarnaast hebben we een navigatiesysteem die ons dan de weg gaat wijzen. En de commando's van het navigatiesysteem vertellen wij weer door aan onze honden. En op die manier hopen wij van punt A naar punt B te komen. Is dat niet eng? Ja, dat wel. Ja, we vinden het ook best spannend. Maar we hebben zoiets van, er zit zo'n motivatie achter dat we dit gaan we gewoon doen. En we gaan gewoon in Antwerpen aankomen.